Ben jij voor of tegen gay? Ik ben tegen. Ik heb niks tegen ze, maar ik heb ook niks met ze. Maar gay is een van de grootste zondes in de islam. Ik zeg je heel eerlijk, als ik een kind krijg, zou ik hem bijvoorbeeld niet op laten groeien in het hartje van Amsterdam. Want dan zie je zoveel freaks. Meestal zijn die mensen ziek. Ik zie het als een ziekte. Ja, het is een ziekte sowieso. Die mensen zijn nooit normaal. Ze hebben altijd gedragsproblemen. Als ik een kind zou hebben, zou die niet eens uit de kast hoeven komen. Dat hoef je niet? Nee, want je zou er niet voor uit moeten gaan. Jullie zijn allemaal vlaggen tegenwoordig, allemaal regenboogvlaggen. Je hebt hier een zebrapad, regenboog, en je hebt daar een normaal zebrapad. Welke neem jij? Normale zebrapad. Okay. Ja, maar ik ben geen gay, dus ik neem ook niet normale. Oké, okay, dat is goed. Nou, super. Goed, hè? Goed. Oh. Wat voor nummer? Rate het voor me? 1, 2, 3, 4, 5. Zemkoek is dat het 10? Oh, 10. Mm. Smell it. Oh. No, 7. 7? Oké, 7. Hij geeft de Ibda 7. En you the last one. Eight. Wow. Nice. You like it, huh? Yeah, I like it. Yeah, yeah. This is for men. You can give it to your husband. Is husband? No. You can give him kado. Kado is a kado for you or for your father. Or say to me, ruik voor altijd lekker bij Abdin. Ruik. Ruik, say it. Ruik. 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 Voor altijd. Say it. What? Altijd? Lekker? Lekker. Bij Abdin? Ja. Bij Abdin? Bij het Abdin. Wow! Ik had vandaag over gay. Ben jij voor of tegen gay? Voor. Ligt eraan met wie? Oh. Ligt eraan met wie? Voor. Okay. Voor. En waarom voor? Omdat ik vind dat hun gewoon hun eigen, zeg maar, hun eigen leven. Als hun gay willen zijn, dan mogen hun gay zijn. Oké, okay, gewoon eigen. Maar wij zijn eigenlijk niemand om iets te zeggen, maar alleen God. Ben je ook gay? Nee! Oké, okay, nee, is grapje. Is grapje, is gewoon een grapje. Oké, okay. Je bent voor en jij bent? Ja, ik ben eigenlijk tegen. En waarom? Zo. Ik vind gewoon, ja, het klopt niet. Er klopt iets niet of zo? Ja, wat klopt er niet dan? Een jongen met een jongen of een meisje met een meisje. Ik vind dat gewoon niet kunnen. En hoe zie je dat voor je? Raar. Raar. Zijn jullie voor of tegen gay? Voor of tegen gay? Tegen. En waarom? In de islam is dat niet toegestaan. Dat is wat ik weet. En waarom? Dat is een maghrij, dat is geen metgen. Arabisch hier, mashallah. Leg dat uit. Ja, toch, wij hebben vrouwen gekregen om kinderen te baren. Jongen. Niet de mannen. Ja? Snap je, die gay shit en zo. Gezegd. Niet acceptabel. Ja? Dat is een onreinig plek. Waar wat die gay shit gedoe allemaal is. Ja? Dat is allemaal onrein gedoe. Heel mooi gezegd. Je zegt iets en ik ga daar even op. Trouwens, man en vrouw, dat mag niet eens gebeuren in die plek. Dus dat gay op die achterplank. Er is een hadith. Dat zei ik al, dat is een maghrib. Er is een hadith daarover. Onze profeet sallallahu alaihi wasallam zegt: "Men ata imratahu min duburiha faqad kafar." Wie zijn vrouw neemt en er geen haya, geen schaamte in het gevoel, van achter, oftewel van de plek waar je geen kinderen van krijgt, is een kafir, wa'ayyadu billah, oftewel hij is een afvallige. Oké, en jij bro? Ook tegen, man. En waarom? Waarom? Ik heb het jou zeggen. Het is raar, sowieso dat is raar als je dat zo'n soort bent. Meestal zijn die mensen ziek. Ik zie het als een ziekte. Ja, het is een ziekte sowieso. Die mensen zijn nooit normaal. Ze hebben altijd gedragsproblemen. Ja? Bijna iedereen van hen heeft gedragsproblemen. Hebben een psychische stoornis of zoiets raar. Ja, ja? Ze zijn niet hunzelf. Dat denk ik dat sowieso is. Zij voor heeft kind en de kind. Het kind is, hij wil zeggen, hij heeft een geslacht, hij is een jongetje. Een jongen eigenlijk, hij is al een man, bijna 18 jaar. En hij wil zijn geslacht veranderen naar een vrouw. Dus hij wil voorkomen transformeren naar een vrouw, wat eigenlijk onmogelijk is, ondanks dat ze dat doet. Daar zou ik in eerste instantie niet mee akkoord gaan. Waarom want niet? Ik vind dat net iets te heftig, omdat
Ik denk, als hij dan, of hij of zij homoseksueel is, dan zou ik dat eerst heel graag dat pad met hun dan willen bewandelen. En dan mochten ze na de leeftijd van 18, 19 jaar dat nog steeds zo. Maar ik zou mijn kind niet aan hormonen brengen. Ja, of hij maar moet echt... Hij groeit op, hè? Waarom vind jij homo, gay dan normaal? Een transgender dan niet? Nou, omdat ik vind, kijk, je bent wel ook door God geschapen. En ik denk, als jij echt van een man naar een vrouw... Wauw, dat is iets moois, hè? Ja. God geschapen. Ja, ik, ja. God heeft jou zo gecreëerd. God heeft jou, heeft jou op deze manier gecreëerd. Kijk, liefde komt van alle kanten. Want soms word je ook als vrouw heel erg gekwetst door mannen. Dat je denkt van, nou, ik ga die andere kant op. Terwijl je dat eigenlijk misschien helemaal niet echt voelt. Maar dat is gewoon... Maar je bent zo geschapen en daar moet je niet mee... Dat is God, dat moet je met rust laten. Leer de Koran volledig lezen in slechts 25 lessen... en krijg de belangrijkste islamkennis mee. Memoriseer de Koran en krijg volledige aandacht en begeleiding. Deze lessen worden door Abdin zelf gegeven. Meld je nu direct aan via www.abdin.nl. Al-Firdaus Zorg, thuiszorg voor moslims met respect voor geloof en tradities. Bij interesse in thuiszorg of in onze vacature, dan kunt u ons nu meteen mailen. Ons personeel bij Al-Firdaus Zorg is professioneel en islamitisch onderlegd. Al-Firdaus zorgt voor jou. Over gay. Ben jij voor of tegen gay? Ik ben tegen. Ik heb niks tegen ze, maar ik heb ook niks met ze. Maar gay is een van de grootste zonden in de islam. En dat wordt uiteindelijk bestraft. Als ze geen toba verrichten voor hun dood, dan is het voor een rare eindbestemming. Ja? Sowieso tegen. Ik ben tegen dus. Maar ik wil over iets andere dingen praten, niet over deze onderwerp. Waarom niet? Ik heb vandaag het vragen, broer. Waarom heb je daar geen zin in? Dit is de vraag van vandaag. Ja, ja, toch. Wat zijn de argumenten waarom je eigenlijk tegen dat gay moet zijn? Waarom? Ik heb daar niks mee te maken, weet je. Wij zijn geboren. Een vrouw hoort met de man te gaan en een man hoort met de vrouw te gaan. Op elke post... op elke maar die mensen... Post een deksel. Ja, die mensen... Heel goed. Die mensen zeggen... is ons vrijheid. Waarom wil je ons vrijheid wegnemen? Ja, dat is de duivel die in hun hoofd knoop zet. Duivel zeg je, dus ja. Duivel speelt hier een rol. Heel je leven, tot de eind. Kun je precies vertellen. Ja. Wat nou als je een vriend of een zoon of een dochter hebt die gay is? Ja. Wat is, hoe zullen jullie reageren daarop? Dat maakt toch niet uit? Maakt niet uit? Nee, het zou niet eens een... Als ik een kind zou hebben, zou die niet eens uit de kast hoeven komen. Dat hoef je niet? Nee, want je zou er niet van uit moeten gaan. Oké. Okay. Ja. Okay. En jij? Nee, ik ben het helemaal met het middel eens. Gewoon niet van uitgaan dat hij meteen straight is. Hoe zou je dat dan overbrengen aan hem of haar? Nou, gewoon ben wie je bent. Of zo. Ja. Oké. En transgender. Transgenders. Ja. Dus stel je voor, je hebt een kind. Ja. En die wordt ouder en ouder. En op zijn 18e leeftijd. Of mijn broer of een zus. Ja. Hij is een man. Mannelijk geslacht, maar hij wil zich veranderen naar een vrouwelijk geslacht. Hoe zou je daarop reageren? Nou, hopelijk zo vroeg mogelijk supporten. Ook bijvoorbeeld als ik een kind zou hebben en die geeft al aan van... Oh, ik ben toch een jongen, terwijl die een meisje is, of ik voel me. Dan meteen daarmee beginnen. Meteen mee beginnen bij... Ja, met, ik weet niet hoe met... Nou, niet met hormoon. Ik weet niet maar je kan een baby wordt geboren met een geslacht. Ja. En later, op een leeftijd, volwassene leeftijd... Ja. Probeert hij de geslacht te veranderen. Dus, ja, onvolwassen doe je. Onvolwassen, ja. Het is onmogelijk om volwassen een geslacht te veranderen. Ja. Ben je het eens, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben er niet tegen, maar ik respecteer het gewoon wel. Respecteer dat? Ik respecteer het, ja. Oké, jij? Ja, ik ook. Gewoon hetzelfde. Allebei respect? Ja. Oké. Wat als je in jouw gezin misschien wel een broer hebt die gay is? Ja, weet je, zijn ding. Hij moet zelf weten waar hij voor valt. Ja? Jij? Ja. Ja, zo. Precies. Ja. Oké, dan ga ik elke keer die rondje. Dit keer begin ik bij jou. Ja. Stel je voor, je hebt een dochter. Ja. Of je hebt zo'n zus. En die wil zich juist transformeren naar een ander geslacht. Ja, ik zou het wel raar vinden, maar het blijft wel mijn zus. Dus. Ja, zou het respecteren? Zou je het ook supporten? Niet zozeer supporten, maar wel omdat het mijn zus is. Dan... Dat het jouw zus is? Ja, niet dat ik haar gelijk... Dat ik niks meer met haar te maken wil hebben. Oké. Okay. Zij zegt, ik vind het raar omdat je dan een man met een man ziet. En die ziet een vrouw met een vrouw. Terwijl dat eigenlijk normaal gezien door mensen, vrouw met een man. En ook met dieren trouwens ook. Diertjes, dieren paren niet met een mannetje, met een mannetje, vrouwtje, ja, met een mannetje. Hoe zie je dat voor je? Zie je dat gewoon als... Ja. Gewoon echt... Ik ben als hun daarvan blij worden, dan waarom niet? Maar er zijn ook mensen die blij worden met incest.
Nee, dat incest kan niet. Ja? Waarom incest kan niet en waarom transgender zijn of gay of lesbi? Trouwens, transgender. Incest is gewoon familie en familie. Gay, dat zijn gewoon, zeg maar, mensen. Hoe zeg je, hoe leg ik dat uit? Oké. Ik begrijp je. Ja. Het zijn geen familie. Oké. Het zijn geen familie van elkaar. Nee. Je ziet het om je heen nu heel veel, hè? Je ziet die regenboogvlag. Overal. Hoe komt dat je nu meer ziet dan hiervoor? We leven in een tijd met die social media en zo. En hoe heb je gezegd, deze tijdskeppetje is niet meer. Is gewoon klaar. Deze tijd is fucked up. Ja. Ik denk dat we ook bijna de laatste uren zijn. Ja. Ik denk dat ze geen. Merk je dat door hetgeen wat je ziet? Ja, gemeente, wat je, alles wat je ziet klopt niet. Oké. Mensen hebben geen respect meer voor elkaar. Mensen lopen er buiten gewoon. Vrijheid. Vrijheid. Hurria, wat hun willen. Vrijheid zonder grenzen. En dan krijg je dit. Ja, dan krijg je dit. Dus ben je trouwens voor of tegen. De vlag? Of hoe noemen ze dat? Wat wil je zeggen? De vlag. De vlag van. Van Nederland. Nee, van gay. Oh, die Pride flag met al die regenboogkleuren. Ja, hoe heet dat? Ja, regenboogvlag. Ben je daar voor of tegen? Of nog overal. Je ziet het nu overal, hè? Wat vind je daarvan? Nou ja, ik vind. Ik zeg je heel eerlijk, als ik een kind krijg, zou ik hem bijvoorbeeld niet op laten groeien in het hartje van Amsterdam. Want dan zie je zoveel freaks. Ik zou dan liever gewoon naar de normaal. Nee, dat is best wel. Het is raar voor een kindje om mannen in jurken. En dat dan maar normaal te vinden. Het blijft ook voor ons, het blijft toch iets schokkends om te zien. Ja, schokkend. Wat loopt daar nou? Je gaat toch even kijken. Oké, de boodschap voor die mensen. Ja. Nou, dan sluiten we hem af. Heb lief die je lief wil hebben. Want liefde, ja, daar heb je geen controle over. Maar verander jezelf niet. Want dat is heel mooi. Dat heeft je moeder je gegeven. Heel mooi gezegd. God. God, ja. Perfect. Ja. Er is een hadith, heb ik toen straks ook bij gezegd. Ja. Man en een vrouw, als ze geslachtsgemeenschap hebben, hoort het op één plek te zijn. Ja, toch? En dat is alleen maar voorkant. Voorkant, niet achterkant. Waarom? Dat is haram mutlak. Je gaat met Iblis in Jahannam. Er zijn mensen die nog erger worden gestraft dan Iblis zelf. Dat zijn mensen die shirk doen en al die dingen. Haram omdat. Dat is mijn 12e niet op school geweest. De profeet sallallahu alaihi wasallam gezegd: "Men ata imrata min dubur faqad kafar." Wie zijn vrouw van achteren neemt, is een kafir. Faqad kafara bima unzila. Nee, broer, we zijn bijna klaar. Broer, wil je van mij wegrennen? Nee, ik wil het gewoon reciteren. Wacht even, laat me afmaken, broer. Geen geduld. Faqad kafara bima unzila. Mak niet uit. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Als hij dat doet, dan is hij Allah ihfad. Heeft hij alles ontkend wat geopenbaard is op onze profeet Mohammed. Dat is een kafir eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk, laat staan een man en een man. Dus in dit verhaal. Geen inshallah. Oké, gay en incest. Incest hiervoor. Weet je wat incest is? Ja. Ben je daar voor of tegen? Tegen. Waarom tegen incest en waarom voor gay? Omdat incest is toch als je met je eigen familie op ze gaat. Klopt. Dat is toch niet goed. Ja? Maar waarom dan als jouw broer bijvoorbeeld zichzelf wilt veranderen naar een ander geslacht, naar een vrouwelijk geslacht, waarom ben je dat dan, support je dat en respecteer je dat? Maar dat is toch niet hetzelfde? Het is niet hetzelfde, maar waarom dat wel en dat de andere niet? Omdat dat is mijn familie en die is dan gewoon dicht bij mij. Ja? En het is niet dat ze iets met mijn familie neemt ofzo. Ja? Dus dat vind ik anders. Dat vind je anders? Ja. Incest is ook vanuit je familie, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik bedoel, ik vind incest niet goed. Maar als mijn zus of zo iets anders zou willen, dan vind ik het wel. Ja, maar waarom dat wel en dat andere niet? Maar incest is toch wat anders? Ja. Dan ga je toch samen met je gezin of zo? Ja. Ja, dan ga je samen met je gezin. Dat ben je op tegen? Ik ben daarop tegen. Ja. Stel je voor, je broer gaat met een zus. Ja, dat kan niet. Ja. Maar als jouw broer zichzelf wil transformeren naar een vrouw, is het anders. Dat kan wel? Dat kan niet, vind ik, maar als hij het doet, maar weet je, dan is zijn... Zijn ding? Zijn ding, maar ja, weet je, ik heb daar niks over te zeggen. Niks over te zeggen? Nee. Oké. Niet? Ja. Oké. Hetzelfde. Hetzelfde. Okay. Waarom zeg jij van, ik ben tegen gay? Noem eens een argument waarom jij daarop tegen bent. Ze geven bacteriën aan elkaar over en dat is niet goed voor de maatschappij. Oh, inderdaad, want... je noemt hele goeie, want... AIDS is inderdaad gekomen uit onderzoek gekomen omdat de eerste man met een man ging. En daar is het eigenlijk ontstaan, AIDS. Dus je hebt er echt een hele goede genoemd. Wat vind jij daarvan? Dat er homo's eigenlijk AIDS verspreiden? Dat vind ik wel een beetje...
Nu ben je een beetje bang geworden ofzo. Ja. Oké, okay, okay. We gaan het afsluiten, kort en krachtig. Hele goede allebei, jullie mening geven. Ik ben heel blij dat jullie durven jullie mening te geven. Dus jullie zien allemaal vlaggen tegenwoordig, allemaal regenboogvlaggen. Je hebt hier een zebrapad, regenboog, en je hebt daar een normaal zebrapad. Welke neem jij? Normale zebrapad. Okay. Ja, maar ik ben geen gay, hè? Dus ik neem ook niet normale. Oké, okay, is goed. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم آمين ما شاء الله صدق الله العلي العظيم بارك الله فيك ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جزاك الله خير er zijn wat fouten geen probleem je hebt goed gedaan broeder druppel voor het zee ما شاء الله gedaan broeder بارك الله فيك heel erg bedankt